Minister Pralaat Seudin is niet op oorlogspad met de boeren van Nikeri. Onlangs hebben deze boeren hun misnoegen geuit over de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij als het gaat om de paddyprijzen. Seudin zegt dat het ministerie haar uiterste best doet om het produceren aangenaam te maken. Zo zijn er volgens hem een aantal maatregelen getroffen waardoor er dit seizoen 4000 hectare meer is ingezaaid in Nikeri. En we gaan door. En u moet beseffen, ik bedoel, als ik naar de punten kijk, welke door die meneer, goede meneer is aangehaald. Je praat over paddyprijs. Een jaar geleden, dus twee seizoenen geleden, was de paddyprijs 125 SD per baal. Een seizoen geleden was het rond de 300 SD. Nu is het boven de 300 SD. Dus dat moet u nagaan. Maar dat komt omdat de wereldmarktprijzen omhoog zijn gegaan. Dus eigenlijk zouden zij nu goed moeten boeren, maar... Het verhaal van een paddyprijs ken ik al tientallen jaren. Ik heb vroeger op LVV gewerkt. Van toen af aan ken ik het al. En, dus wat dat betreft, ik stoor me niet aan. LVV bepaalt niet de prijs van de agrarische producten op melk na. Maar de rest is vrijgegeven, dus het is een vrije markt. En als zij meer willen aan paddyprijs, dan gaan zij rechtstreeks moeten onderhandelen met de opkopers. Daar hebben wij geen bemoeienis mee. De paddyprijzen zijn al 30 jaar geliberaliseerd. De minister zegt dat als paddyboeren willen onderhandelen voor een betere prijs, ze ervoor moeten zorgen dat zij hun huiswerk hebben gemaakt. Jouw administratie, laat dat bepalen. Laat zien dat je inderdaad verlies leidt. Maar helaas gebeurt dat niet. Het ligt aan hun, niet aan mij. Waarom is het zo moeilijk om de koppen bij elkaar te steken? Want in die end wil Suriname toch de grootste winst maken. Inderdaad, dat vraag ik me ook altijd af. En waarom het niet lukt. Kijk, daar heb je al twee organisaties van paddyboeren. Maar het lijkt op one-man shows. Weet je, ik zie geen... Als je een keer gaat, je moet een keer de vraag stellen aan hen. Van, hey, maak jullie jaarverslagen zien. Maak jullie ledenbestand zien. Laat me kijken of jullie inderdaad zo goed met elkaar communiceren. Dan gaat u wat verrassingen komen. Dat durf ik nu al te wedden. Minister Pralaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij. We spraken hem gisteren voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.